Hallo mensen, welkom. We zijn nu in Far Cry 4, dus weer deel 7. Ik heb al een beetje veel gedaan zonder op te nemen, maar ja, het is een beetje gewoon diervang en een paar zo klokkentorens bevrijden. Dus ik zit er al wat verder dan anders, maar ik heb nog geen missies echt gedaan. Ik heb nog veel missies te doen, dus we zullen vandaag eerst gebieden bevrijden ook, waar de schurken in zitten. Dus laten we zien, ik heb al één gebied vrij gespeeld. Eigenlijk moest ik dat misschien wel tonen, maar dat is niet echt veel. Ik ga wat tonen op de kaart wat dat juist is. Ja, ik heb al heel dit hier helemaal vrij gespeeld. Zo. Hij is hier nu al een beetje meer dieren dan anders. Like varkens, honingdas. Wild zwijn hadden we al. Nog wild zwijn. Navier leipard hadden we ook al. Ja, allemaal zulke dieren. Aziatische hond. Samber. De Bengaalse tijger. Ik weet niet of dat dezelfde de Bengaalse tijger. Ja, dat zijn dezelfde tijgers. Maar ik heb een ander soort tijger nodig. Dus alle klokkentoren heb ik hier bevrijd. Ik moet nog 10 bevrijden klokkentoren. Dus hier nog één. Hier. 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 Ja, nog 10 in totaal. Dus het is nog een beetje werk. En dan hebben we met alles gedaan. Allee, de klokkentoren zijn bevrijden. Ik zal misschien nog een keer een deel tonen van de klokkentoren dat ik ben vrij, maar ik hoor dat niet achteraf direct weer toont, anders is dat saai als je achter een dag weer hetzelfde toont. En dit zijn hier allemaal kisten dat je kan bevrijden en daarmee krijg je geld. Oh ja, en ik kan nu alweer een nieuw ding kopen. Zo. Nu kan ik ook op een olifant al rijden. En ik heb van alles nog maar één ding nodig, dit is al helemaal voltooid. Dus ja, maar het zijn allemaal moeilijke dieren dit. Dit moet ik nog doen en dit moet ik ook nog doen. Maar de sneeuwleeuwpaard is nog moeilijk te vinden. Maar vandaag zullen we andere dingen doen. Zo locaties bevrijden. Zo like dat hier, zo die punten. Ja, dat hier. Ja, ja dit. Zo gaan we overal bevrijden waar we dat nog moeten vinden. Like dit hier. Dit allemaal zo. Ik weet niet of dat er hier nog in zit. We gaan nu naar daar gaan. En nu kan ik ook al meer wapens nemen. Ik zal oefenen met een bazooka ook. Niet met een bazooka, met een sniper oefenen.
Zo, we zullen hier landen. Bam, en voltooid. This. No time to explain. Meet me at my studio post haste.
Ja. Het is niet echt zo moeilijk als zo'n ding. Wat ik meestal gebruik is aas van een vlees voor op zijn draf te sturen. En zo gaan ze rapper dood. En kun je ze beter maken dan ook. Even een keer herladen. Dat was ook niet zo moeilijk, dus ja. Oh, een kist hier ook. Die had ik zeker ook al gedaan, ja. Hier een kist, kan ik hier open doen. Dat zijn allemaal zo'n kisten dat je er soms ziet. Als er zulke tekentjes staan met een kristal erop, dat zijn schatkisten. Nee, dan kun je open doen. Bij het begin was het wel moeilijk omdat ik maar één geweer had, maar nu heb ik er vier. Ik heb er nog bommen ook, als ik een fles en vlees. Aaslok, ik weet niet eens wat dat is, denk messen, maar dat gebruik ik niet echt veel. Ik denk dat het alles was van die gasten hier doodlagen. Ik denk nog geen pennen hier. Ja, hier ligt er nog een. Ik dacht eerder dat er nog meer waren dan dit. Hier nog een kist. En hier ergens ligt er ook nog een kist. Hier. Je kunt ook deze missie nog een keer opnieuw doen als je dat wil, maar dat wil ik al sowieso niet. Achteraf moest je wel een keer, maar ja, nu niet echt. Och, 72 kan wel wachten. Ik ga eens een paar dingen verkopen. Ik heb al veel dingen verkocht, maar goed. Ik had ze ook niet meer allemaal nodig. Ziezo. Ik heb een trofee gewonnen. Voilà. Ik heb toch genoeg geld, dus ja. Ik kan toch nog je wapens kopen. En hier heb ik een trofee bij, dus dat is goed. Anders gaan we eens een andere wapen nemen. Ziezo. Naar het volgende. Ja, dingen.
Hier is er ook nog een kist. Nu gaan we op weg naar het volgende gebied dat we zullen bevrijden. Dat zijn niet echt ja, missies dat je moet doen, maar dat zijn bevrijdpunten dat je kan doen. Net als je wapens dat je zoekt en zo. Like, ja, dieren doden, dat is niet echt een missie, dat is ook niet echt een missie, maar toch. Je wordt gewoon opgefred. Goed zo, hey. Dankjewel. Ja, ik had achtergewezen. Ik zou eens moeten een opdracht moeten doen met een... ja. Waar is die kat? Ik wil wel die kat hebben, hè. En heb ik geen vlees meer over. Ziezo. Missie verbracht. Dat was daar net super tof. Die kat van gewoon die laatste persoon aan. Die kon er niet tegen dat die begon te schieten. Die zei hier, ik ga je doodbitten. Ja, dat is nu ook al in vrede, dus voilà. Weer al een goed ding is. En eerst die alle schurken een keer bevrijden vanuit zijn er ja, spulletjes dat ze hebben voor mij. Oh, die hangt er gewoon aan die boom. Oké, okay. Hoe dat die daar ook ligt, weet ik niet. Nee, dat was wel niet de bedoeling, hè. Ik denk dat dat bijna alles was. Die heb ik al gedaan daarnet. Ik denk dat deze nog. Nee, ik vraag niet voor een wapen te wisselen. Nee, luister toch eens. Ja, dat lichaam eigenlijk. Bevreden.
Oh, deze is ook nog hier. Ik had deze ook niet meer gezien, maar ik had dat nou juist ook vermoord dat die stemmen kreeg, ik kan niet door. Ik deed eerst zo, en dat lukte bijna niet. Ik heb dan bij hem bombs met een, het is ook niet echt veel opgevallen. Maar die hond was, ik weet niet wat dat die wilde hond was direct dood. Oh shit, dit is ook een wespennest. Anders heb ik er echt geen geduld. Ik heb allemaal buiten de stad vermoord. Maar er is altijd zo'n veiligheidssysteem, maar ik weet alleen niet waar dat op is. Hier is de deur. Wie zie je hier? Save me, please. Maar als ik moet je moet rennen, moet ik wel. Oh, dat is niet veel, oké. Ziezo, dit is nu ook al opgelost. We kunnen weer vertrekken. Het volgende missiepunt. We gaan naar daar gaan. Misschien nog 2, 3 gaan we dat kunnen doen. Ik denk eerder 2. Het zal er nog 2 zijn. Achter die nog, dan 1. Oké, we gaan met iets anders. De olifant, dat hebben jullie nog niet gezien, dus laat ik het jullie maar zien. Oh, oh, blijf stilstaan, hè. Hey, alsjeblieft, blijf stilstaan. Hallo. Oké, eens. Ja, eindelijk, je luistert naar mij. Dankjewel, goeie vriend. Wat jou had dan niet echt ook heel erg, maar toch? Dat is super tof op een olifant te rijden. Oh, 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 sorry. Oh, ik zat in een neushoorn. Ik had het niet gezien. Oh. Ik heb mijn bul verschokt, wat is dat? Hier een neushoorn. Maar nu gaan ze niks doen, omdat ik hier gewoon, ja, ik loop hier gewoon met een olifant. En zijn er zijn echt wel bang van een olifant. Dus ik heb hem ook tegen, ja, die dieren vechten. Jammer dat ze geen nijlpaarden hebben, maar ze zijn wel krokodillen. Ik dacht dat ze achter me aan zaten. Dit is nog super leuk op een olifant te rijden. Zou je het nog ver zijn? Nou ja, niet meer zo ver. Dit gaat wel lukken. Dit wou ik niet. Oh, dat is wel een boom, ja, dat is ook wel goed nu. We gaan eens zijn er dood doen met een olifant.
We hebben nog geen vijanden gezien. Dit gaat wel trager dan een auto, maar dit is ook wel iets leuk voor te doen. En hiermee kun je echt naar dieren doden met het wezen. Zie je, in één slag waren ze dood. We gaan er eens even afgaan, hè, vriend. Ik ga ze eens te grazen nemen. Dankjewel, olifant. Je spelletjes geef maar aan mij. In één slag waren ze dood. Hé, hey, kom terug, hè. Je moet me mee. Dat was in één slag. De neushoorns zijn er zelf ook bang van. Dus ja, dat is toch goed. Je kan nooit bijna een olifant denk ik doden zijn zomaar. We zijn er bijna. Kom op, vriend. Huh? Wat was dit? Die bleef de hopper. Zo grappig. Oké, we zijn er. Ik heb ze allemaal gedood in één keer. Goed zo, mijn vriend olifant. Je hebt de leven gered. Zie je hoe sterk het een olifant is? Ik heb niks moeten doen. Een paar schootjes en die olifant heeft weer alles afgemaakt. Dankjewel, maat. Ik zal wel nog een keer met jou... Oh, sorry. Je mag vrij gaan naar waar je wil. Je bent dankbaar. Ik heb je nu getoond hoe goed dat je bent met mij. Je verdient een stuk vlees, maar je eet geen vlees. Dus ja, en het vlees is op. Het spijt me. Ja, je mag waar je wil. Ik ga wel een beetje hier alles mensen bevrijden uit zijn spulletjes. Want ik heb dit allemaal nodig. Dat beest heeft de massa ergens meten.
Ik dacht, ja, ze komt met een auto, like daarnet, maar ja, nee, toch niet. Ze kwam te voet toe. Dus ik zei, ja, ze zaten allemaal op één rij. Allee, tot ziens, vriend. Dankjewel voor je goede hulp. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt. Zo rap één ding voor de slecht trekken. Oké, dan is men daar hier. Ik heb goed de grazen gepakt daarnet. Ik heb bijna geen ene kool moeten voorspellen. Dat zijn toch geen slecht trekken. Er zat daar iets in, een beest. Oh, hier zijn er ook nog. Dat dood zijn gaan. door die olifant, of door mijn geweer, ja. Ik heb eentje kunnen doen met een pijl en binnen dan die andere ook, maar ja. Die olifant smeet hem daarnet. Ik zei ja, ik ga hem laten aanvallen. Dus dat was handig. Nog, ja, hier ligt er nog basic 1 of 2. Ja. Deze is al net gedaan, ja. Op die trap zeker. Fuck, ik was bijna weer dood. Hoe kwam die teerdaf hier? Zat dat misschien in die kooi daarnet en dat die weggefrut is? Ik denk dat dat daarom was. Ik heb hem zelf niet eens zien bevrijden. Ik weet niet zeker hoe dat kan zijn. Maar meestal komt dat zelf hier niet. Zo dicht in de buurt van een woning. En waar dat twee leven. Oh, hier ligt er ook nog een. Oké, we zullen nog het laatste doen. Eerst ga ik naar mijn huis hier. Ik lig hier weer alleen. Moet zo Asa komen janken bij mij. Oh, ik ben al niet vergeten. Ziezo. Het dichtste is like hier, anders zijn er veel te ver. En de rest is bezig dan hier. Hier is er nog één. En hier.
Dat zijn de enige twee die we nog kunnen doen. Anders zijn de andere allemaal veel te ver. We zijn er 25, dus dan nog twee, maar dat doe ik wel. Misschien alleen of dat ga ik wel opnemen. Ik ga het wel zien dat ik het ga doen. Want als ik heel erg met film een video ook moet maken, dat ook kan het dan, dan kan ik niet verder gaan. En ik game wel graag verder eens. Want dat is, iedereen kan wat dieren doden. En lijkt dat ik daar net tegen. Dat is gewoon makkelijk. Je zoekt gewoon op de kaart. Dit plateauotje, ik weet niet wat dat is, ja, dit ding. En dan kun je er altijd naartoe gaan als je wil. En moet je het gewoon maar doen, ja, er naartoe gaan. Dus reizen kun je dan doen naar daar. En dan kun je daar, ja, je wapens en al hebben en zulke dingen. Lekker hier heb ik dat ook moet doen. Waar was dat? Ja, hier zeker, ja, hier heb ik één. Dus ja, en dan hier een paar, hè. Deze ga ik nu bevrijden, hier heb ik er al drie net bevrijd. En nu deze. En dat zijn allemaal dieren, ja, dat je hem gewoon vangt, hè. En dat staat dan helemaal op welke dat je moet nodig, hè. Dus like, ja, daarnet zeg ik een sneeuwluipaar, maar de missie was juist gedaan, dus ik kon hem niet meer juist vangen. Dat was wel zuttig, maar ja, goed. Dat was goed. Oké. Okay. Oh. Ja, ik kon er niet aan doen, hè. Oh, ik kreeg verkeerd. Het is wel jammer dat je niet op een neus voor elkaar reed. Het is wel grappig dat je dat zou kunnen. Nu gaan we gewoon weer zo op pad. Ah, en als zo'n mensen kun je dat ook verkopen. Niet kopen, maar je dingen kopen van je eigen spulletjes en al, ja, zulke dingen. Wat was dit nu weer? Ik dacht, ja, dat had misschien een goeie, maar ik dacht dat ik zou. Waarom gaat die gast niet dood? Oh, ik dacht dat die in die put ging vallen. Het was nog een klein beetje en ging erin vallen. Hey, moet je dood? Wat sta je er hier te doen? Oké, okay, dat is ook een soort missie. De vrachtwagen naar de juiste plek brengen. Joker Halloween costume. Bug on me.
Yes, he looks like he robbed a metrosexual pimp. Yes, he is the delusional psychopath maniac who killed the leader of the Golden Path and is now doing everything in his power to erase our proud heritage as true-blooded people of Tirath. But you know what? We are still here. We are still here, standing strong. The Golden Path is still here. I'm still here. Chotu's still here, till I fire him. But we are still here as a proud people. And we will not stop until Bugun and his governors are dead. All the governors, every single one of them, Noor, Yuma, and Paul. Once that happens... Sure. Ja, ik kom niet weer naar daar gaan. Weer zo'n eind. Ja, is weg, hè. I just heard you delivered a truck full of supplies. Well done, brother. Well done. We'll see if this gets to the right people. Fuck, toen zijn er al vier in ons gebied. Dan zijn er al wat vrachtwagen kunnen stelen misschien. Sukkels. Ik ga die vrachtwagen mee doen. Ja, we moeten vlug doen. Ja, hij moest 2 in de westen, hè, burgerman. Burger. Het is wel donker aan het komen, hè. I think you might have a point. Did some guy say that religion is an opiate for the masses? Well, if Sabal doesn't want us to have drugs, he's gotta replace the drugs with something, okay? I mean, have you been to a bar? To any Golden Pass in the area, the Royal Army is trying to retake this outpost. We need immediate assistance. But then again, I've been around really religious people, and they're losing their minds, and it looks like they're tripping balls. Maybe they're onto something. What if getting filled with the spirit is actually like shooting smack? Jongen, maar ze weer gaat doen. Oké, we gaan het niet meer kunnen doen, zeker die missie. Het zal dan voor de volgende keer zijn. Want ze vallen nu mijn dorp weer aan. Ja, stop ermee. Oké, we gaan vlug nog proberen te gaan. Nu dat ik nog tijd heb. Wacht, kan je dit allemaal oprapen? Die sukkels weer al zo, jongen. Wat was dat nu weer? Ik ben weg. Ik heb nog even tijd tussen vlug.
Bij het begin snapte ik echt niks van Far Cry, maar nu weet ik echt alles wat ik moet doen. We gaan moeten doordoen. Ja, het is niet dat ik zo vlug moet doen, oh ja. Ik zou haar rond 11 uur willen slapen, maar het is nu al bijna 11 uur, dus ja. Want morgen moet ik vroeg op. Rond 8 uur, ik kan misschien nog een goed half uurtje opblijven. Maar ja, ik wil een beetje uitslaan, dus ik heb vannacht om 4 uur of zo gaan slapen. Ik heb de hele nacht varkens te spelen, de dieren zoeken en al. Maar ik ga wel de volgende keer dat doen. Jammer dat ik mijn sniper wil weg doen, anders ik wil wel een keer oefenen met mijn sniper. Ik heb weer twee dieren bij, dus die dieren kan ik weer gaan voederen dan. Allee, moest dat nu echt nog gebeuren? Ik dacht ja, ik had het overleven, het is toch niet ho. Ah, het is altijd... Dat vind ik wat irritant, als je gewoon naar beneden gaat, bij je doodplos, als je van een klein bergje afgaat, en dat was zelfs maar een bochtje. Je bent toch dood, zeggen ze, jongen. Vind ik gewoon vervelend, en mag ik weer van tijd tot hier beginnen, ja. Ik ga gewoon een voertuig pakken dat ik krap weg ben. Ik heb geen zin voor 10 keer opnieuw te doen, ze. En waar is zelf die camion? Ze hebben hem weer meegenomen. Kom op, zeg. Oké, de missie wordt zo dus. We gaan met een olifant rijden. Dankjewel olifant. Je bent mijn held. Je wil hier deze missie me helpen.
ziezo. We hebben dit ook al gehaald nu. Ja, dit is gedaan. We hebben weer met een olifant gereden, maar ik heb meer geschoten dan met een olifant. Ja, ik was like veiliger met een open olifant, dankjewel. Ja, ben weer al. Maar ik zag je zo staan. Ik zei, ja, ik ga je weer een keer vragen om mee te doen. Anders ging ik gewoon zo op pad gaan ze neerhalen. Maar dank je. Dit was weer leuk van vandaag. Een beetje rondtjollen hier. Een beetje kijken overal. Een beetje geld verdienen. Wapens heb ik niet echt veel gekocht. Ik heb wel mensen veel dood gedaan. Morgen gaan we nog ja, even een video maken. Ze zal het niet aankomen dat, dat ik met een olifant ging afkomen. Nog 9 en dan heb ik ze allemaal hier van deze. Ik heb ook een vlammenwerper, dat is nog leuk. Je hebt hier ook een kruisboog, maar ik heb dan nog niet de kruisboog. Die is ook wel super gaaf. Dit was het dan voor vandaag. Het was weer leuk om te kijken naar mijn video. Like op mijn kanaal. Abonneer ook op mijn kanaal en laat een reactie na onder op de YouTube kanaal, ja. En het was super. Oké, kijk maar verder naar Far Cry. Hoe dat ik zal spelen, de volgende video. Dat zal deel, we zitten nu in deel 7 nu, dat zal deel 8 zijn. Tot ziens en nog veel succes, want maandag is het weer school. Voor jullie dan toch. Dag allemaal.